Het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche oordeelt vlijmscherp. De Arubaan Mitch Henriquez is om het leven gekomen door politiegeweld. De agenten hangt nu vervolging boven het hoofd. Verder in het nieuws vandaag. Ook de Russen vinden vliegen naar Sharm el-Sheikh te gevaarlijk. Het straatnieuws, de dakloze kant van Utrecht, het straatnieuws. En een straatverkoper interviewt de paus. Goedenavond. Het was een zaak die grote commotie veroorzaakte. De dood van de Arubaan Mitch Henriquez, 5 maanden geleden. Vrijwel direct was het vermoeden dat de politie hem veel te hardhandig had gearresteerd. De Rijksrecherche heeft nu het onderzoek afgerond. En de conclusies zijn zo scherp dat het voor de politie niet zonder gevolgen zou kunnen blijven. De dood van Mitch Henriquez leidt in juni tot veel onrust en rellen in de Haagse Schilderswijk. Henriquez is op een muziekfestival in Den Haag als hij roept dat hij een wapen heeft. Agenten nemen dat serieus en arresteren hem. Ze passen de nekklem toe met fatale gevolgen. Als je de nekklem toepast, is de bedoeling om eigenlijk aders kort dicht te drukken, waardoor er geen bloed naar de hersenen gaat en iemand eventjes flauw gaat. Wat hier gebeurt is dat gewoon de luchttoevoer is afgeknepen en heel erg lang. Zo lang dat die meneer gewoon eigenlijk daar ter plekke doodgedrukt is. In het rapport van de Rijksrecherche, dat via RTL Nieuws uitlekte, staat dat verstikkingseffecten zijn ontstaan door samendrukkend geweld op de hals. Dat werd veroorzaakt door verwurging in het kader van een nekklem. Hoe harder je drukt, hoe minder zuurstof iemand krijgt, hoe harder hij gaat spartelen. En dat is iets wat in deze zaak gespeeld kan hebben. Maar ik ga mijn boekje te buiten als ik zeg dat dat de reden is dat agenten zo door zijn gegaan. Mijn standpunt is op dit moment zinloos geweld. Het is nu aan het Openbaar Ministerie of ze de betrokken agenten wel of niet vervolgen. Formeel is daar nog geen beslissing over genomen, maar bronnen melden de NOS dat ze dat wel degelijk van plan zijn. Bij het hoofdkantoor van de Nationale Politie in Den Haag is Gerry Eickhoff. Met dit rapport, Gerry, kan het OM eigenlijk iets anders dan vervolgen? Nou, het lijkt erop dat dat eigenlijk inderdaad niet anders kan. Want ga maar na, onomwonden wordt gesteld dat Henriquez door geweld om het leven is gekomen. Dat betekent dat er sprake is van een strafbaar feit. Dat betekent dat er een dader is en dan moet er vervolging worden ingesteld. In eerste instantie gaat het dan om de agent die de nekklem heeft toegepast. Maar waarschijnlijk moeten ook twee van zijn collega's zich voor de rechter verantwoorden. En uit onze bronnen begrijpen wij dat de beschuldigingen, de ernstigste beschuldigingen waar dan aan wordt gedacht, dat zou zijn doodslag of zelfs poging tot moord. En dat zou aanzienlijk zwaarder zijn dan dood door schuld of mishandeling, de dood tot gevolg hebbend, waar eerder aan werd gedacht. Maar je zegt het al, zover is het nog niet. Het besluit tot vervolging moet officieel nog genomen worden. Ja. Kun je uit dit rapport nog halen hoe het zo fout heeft kunnen gaan? Jazeker. Ten eerste is dus duidelijk dat die nekklem dat die veel te lang is aangehouden. Maar er is nog meer misgegaan. Want van de nekklem is bekend dat daar gevaren aan kleven. Dat, wanneer verkeerd gebruikt, dat kan leiden tot verwurging. Om die reden is het voorschrift dat als hij toch wordt toegepast, twee andere agenten controleren of hun collega niet te ver gaat. En daar is het eigenlijk allemaal helemaal verkeerd gelopen. Want op het moment dat Henriquez begon te spartelen, heeft de agent die de verwurging, die de nekklem toepaste, dat uitgelegd als verzet. En heeft daarom zijn greep nog verstevigd. En de twee anderen die dachten ook dat Henriquez probeerde te ontkomen. En in plaats van hun collega weg te trekken of hem te sommeren op te houden, zijn ze hem juist met veel te harde hand te hulp geschoten. Gevolg, de verwurging werd alleen maar erger, terwijl de twee agenten die dat hadden moeten voorkomen, Henriquez juist nog allerlei ander letsel hebben toegebracht. Overigens is het wel zo dat naar aanleiding van deze zaak er nog een ander onderzoek is ingesteld. En dat onderzoek moet aantonen of het maar niet beter is om die nekklem helemaal te verbieden in Nederland. Ja, oké. Gerry, dankjewel. Ja, terwijl iedereen stopte met vliegen op de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh, gingen de Russen gewoon door. Tot vandaag. De Russen stoppen nu zelfs helemaal met vliegen op Egypte. En toch gaan ze er niet van uit, zeggen ze, dat er sprake was van een terreuraanslag op het toestel met toeristen. Woensdag besloten de Britten al te stoppen met vliegen. Er zitten nog zo'n 20.000 Britse toeristen op dit moment vast in de badplaats. Je bent wel wat gewend als je aan een vliegreis begint. Maar de veiligheidsmaatregelen in Sharm el-Sheikh gaan nog een stapje verder. Alleen handbagage is toegestaan. Alle grote koffers vliegen apart in een vrachtvliegtuig. Het leek de beste manier om te voorkomen dat er een bom aan boord gesmokkeld wordt, zoals vorige week mogelijk gebeurde bij het Russische toestel.
De Britse regering besloot toen alle vluchten naar Sharm el-Sheikh op te schorten. Met als gevolg 20.000 ongeduldige Britten die naar huis willen. They're just challenging logistical issues involved in making sure that flights can leave and arrive in a busy airport in line with international regulations in a way that's safe. We've been told the planes can't land. We've been told the Egyptian government are arguing with David Cameron and he's not letting any planes land. So what's the problem? You're stuttering now. What's the problem? We want to go home. Why? Why can't he come and speak to us? Why speak to the press but not us? We can't watch the fucking news. Londense kranten melden dat de Britse geheime dienst inderdaad uitgaat van een explosie aan boord. De bom zou door een door IS aangestuurde belader in het ruim zijn verstopt. De kranten baseren zich op een lek bij de inlichtingendienst die telefoongesprekken tussen leden van IS zou hebben afgeluisterd. Correspondent David-Jan Godwa in Moskou over de Russen. David-Jan, die nu dus die vluchten annuleren, maar eerst gingen ze gewoon door. Waarom is het roer om? Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven en we weten eigenlijk helemaal niks zeker. Ten eerste kondigen ze dit aan als een voorzorgsmaatregel. Dit moet niet gezien worden als erkenning dat er inderdaad sprake is geweest van een bomaanslag. Maar toch, die vluchten die worden stilgelegd en dat kan twee oorzaken hebben. Ten eerste kan het zo zijn dat ze bij het onderzoek dingen zijn tegengekomen die inderdaad wijzen op een mogelijke bomaanslag. Dat kan ter plekke, want daar zijn ook Russische onderzoekers waar het vliegtuig is neergekomen. Of bij het afluisteren van de zwarte dozen. Of informatie van de Egyptische onderzoekers. Dat kan allemaal. Wat het ook kan zijn, is dat de Russen informatie hebben gekregen van die Britse inlichtingendiensten. Want die zijn inderdaad als eerste hier achtergekomen dat het mogelijk een bom zou kunnen zijn. Nou, van tweeën kan het één zijn. Maar nogmaals, de Russen gaan er niet a priori vanuit dat het een bom geweest is. Dit doen ze uit voorzichtigheid, zeggen ze. Ja, zegt terwijl vanavond de Franse televisie meldt dat uit onderzoek naar de zwarte doos zou blijken dat er een explosie is geweest aan boord van dat toestel. Hoe verhoudt zich dat tot wat ze in Moskou zeggen? Nou ja, het is een van de mogelijkheden. Nog eens, ze houden er hier in Moskou en in de politiek en het Kremlin ook wel rekening mee dat het een bom geweest kan zijn. Maar heel nadrukkelijk zeggen ze erbij, we weten dat niet zeker. We willen dat niet als aanname hanteren. Dus we onderzoeken wel degelijk ook of er misschien sprake is geweest van een technische fout. Of minder waarschijnlijk een fout van die piloot. Al die mogelijkheden liggen nog op tafel. Er zijn monsters van het vliegtuig hier in Moskou aangekomen. Die worden onderzocht. Ja, en het kan echt nog wel eventjes duren voordat ze daar conclusies uit kunnen trekken hier. Zeg, en voorlopig dus niet vliegen. Hoe moet het met de Russische toeristen die daar zitten? Want dat zijn er veel. Dat zijn er heel erg veel. De schattingen lopen nu uiteen van 45.000 tot 70.000 mensen. Het is herfstvakantie in Rusland. Dus, en Egypte is een populaire bestemming. Ook al omdat de euro eigenlijk veel te duur is voor Russen om in Europa op vakantie te kunnen. Dus dat kan weken, zo niet wel een maand gaan duren om die mensen hier weg te krijgen. De eerste lege vliegtuigen van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Die zijn inmiddels van Moskou naar Cairo vertrokken. Dus de eerste Russen kunnen opgehaald worden. Maar om aan te geven hoe populair Egypte is als bestemming. Voor de nieuwjaarsperiode waren er al 250.000 boekingen. Een 250.000 mensen, Russen, wilden hun vakantie met oud en nieuw doorbrengen in Egypte. Enorm. Ja, oké, David-Jan, dank je wel. Ja, Russen vast dus op de luchthaven. Onder wie fans ook van president Poetin. En dat laten ze zien op hun t-shirt. Maar fan of niet, gestrand dus op de luchthaven. Er is een negatief reisadvies inmiddels, een Nederlands negatief reisadvies, gisteren uitgegeven. En dus vervoeren reisorganisaties voorlopig geen vakantiegangers meer naar die Egyptische badplaats. Niet omdat de badplaats zelf onveilig is, maar omdat, zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken, de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven niet in orde zijn. Geen enkel probleem, ik ga heel even met u meekijken. Je zal voor komende week maar een reis geboekt hebben naar Sharm el-Sheikh. Dan heeft de reisorganisatie geen goed nieuws voor je. Die hebben we gisteren gecontacteerd voor mensen die in de komende week vertrekken. En hebben gevraagd of ze willen omboeken naar een andere zonbestemming. Of dat ze liever helemaal niet meer willen gaan. We hebben de indruk dat de veiligheidsmaatregelen daar niet voldoende zijn. Dus vandaar dat het noodzakelijk is om dit reisadvies af te geven. Het geldt dus niet voor heel Egypte, maar wel daarvoor. Er gaan wel vluchten richting Sharm el-Sheikh de komende dagen, maar er zitten in ieder geval tot volgende week donderdag geen passagiers in. De vliegtuigen gaan er leeg heen om vakantiegangers op te halen, maar wel
zonder koffers. Ja, op het moment is het zo dat alleen de handbagage toegestaan wordt, omdat ze die wel goed kunnen controleren, maar de ruimbagage is te veel onduidelijkheid over. De rest van de bagage blijft daarom voorlopig achter op het vliegveld in Egypte en zal later naar Nederland worden gevlogen. Ik krijg het maar eens voor elkaar. Een interview met de Paus. De straatkrant in Utrecht is het gelukt. En straatkrantverkoper Mark kreeg de eer. En de krant verkocht enorm vandaag. De nieuwe uitgave met de Paus. Vanmorgen op het journaal, nu op straat. Het straatnieuws. De HEMA aan de Oude Gracht is de vaste stek van Mark. Vandaag gaan de zaken uitstekend en niet alleen bij hem. En dat is mooi, want hij kan niet te lang blijven. Het interview met de Paus in het jongste nummer baart zoveel opzien dat hij naar het stadhuis moet om een exemplaar aan de burgemeester aan te bieden. Ik ben niet gelovig, maar ik heb hem voor de gelegenheid even omgedaan. Want dit was het cadeautje van de Paus wat wij kregen in ieder geval. Dus ik denk voor de gelegenheid doe ik hem gewoon om. Want heb jij er iets opgeschreven? Nee, ik heb er niks doen, opgeschreven. Maar dat ga je dan zo doen, hè? Ik ga dat voor u ga ik dat doen. Oké, als ik nou gewoon 4 euro geef. Dat is voor een goede doel, hè? Ja, ik heb hem gevraagd over zijn kindertijd. Of hij al wist dat hij paus wilde worden. Ik heb hem gevraagd over zijn vrijheid. Was je onder de indruk van hem? Zeker weten, ja. Het is een man die onder de indruk. Nee, hij stelt je heel erg op je gemak. Snap je dat? En dat straalt hij gewoon ook uit. Ik bedoel, dat ik nou zo echt onder de indruk was, dat nee. Nog nooit heeft een paus zich zo uitgebreid door een Nederlandse journalist laten interviewen. Willy Brodt-Vreken was de laatste in 1985. Ik kom uit Holland. Holland? Ja, spreekt u een beetje Nederlands al? Een beetje. En nu Mark dus. Het is een hele normale man. Het is een hele lieve man. Ja? Ja, het is echt een hele lieve man. Was je zenuwachtig? Nee. Nee, ik ben nu veel zenuwachtiger. Grote belangstelling van de pers dus vandaag, maar ook van collega-straatverkopers en de buren van de dakloze krant, de zusters Augustinesse. Daar zit hij. Ik vind juist omdat het mensen van de straat zijn zo belangrijk. Ik denk ook dat dat de aanleiding is waardoor het gelukt is. Ja. Het straatnieuws, de dakloze krant van Utrecht, het straatnieuws. Mark is verguld met alle aandacht, maar blijft kalm. Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan. Lange tijd was het onduidelijk of het er zou komen, maar het gaat door. Utrecht kan beginnen met de bouw van een kinderkankercentrum. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis is al een afdeling, maar nu komt er een heel nieuw centrum. Het wordt het grootste van Europa. Het centrum had er al eerder moeten zijn. Er was een lange tijd discussie over de plek en de financiën. Slachtoffers van de brand in een Roemeense nachtclub komen voor behandeling naar Nederland. In die club brak afgelopen weekend brand uit. 29 mensen kwamen om het leven. 31 mensen raakten zwaar gewond. 9 slachtoffers met ernstige brandwonden komen nu naar 3 Nederlandse brandwondencentra. Er komt vooralsnog geen grote oliepijpleiding van Canada naar het zuiden van de VS. President Obama geeft geen bouwvergunning voor de zogenoemde Keystone-pijpleiding. Volgens hem is de aanleg niet in het belang van de Amerikaanse economie. En daarnaast zou de pijplijn schadelijk zijn voor het Amerikaanse klimaatbeleid. Rijkswaterstaat heeft een nieuwe manier bedacht om tijdens files de gladheid op de weg aan te pakken. Ze hebben 2 superstrooiwagens gekocht. Met speciaal strooizout en bijzondere sproeikoppen waar warm water uitkomt. Ook kan tijdens files de filesproeier worden ingezet. Die rijdt over de vluchtstrook en sproeit dan onder de auto's. En de 2 wagens worden alleen ingezet in speciale gevallen. En zelfs de premier kon er vandaag niet aan ontkomen. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie moest ook hij zijn mening erover geven. Wat vond hij nou het leukst? Een van de belangrijkste vind ik toch Bert die paperclips verzamelt en gestort wordt door Ernie. Een andere is wanneer ze, en dat vond ik een hele mooie liberale, echt een VVD-clip, waarin Ernie een groot stuk taart heeft en een klein stuk en het kleinste stuk aan Bert geeft. En dan zegt Bert, je had mij het grootste stuk moeten geven. En dan zegt Ernie, wat had jij dan gedaan? Nou, ik had jou natuurlijk het grootste stuk gegeven. Nou, je hebt nou toch het kleinste stuk en ik heb het grootste stuk, dus het klopt precies wat je had gedaan. En dat die gesprek heb ik ook vaak met de PvdA en dat gaat... Ik moet altijd aan die scène dan denken. Sesamstraat, 6:30 op NPO 1 gaat verdwijnen. En de premier, zei hij ook vanmiddag, vindt dat geen probleem. Want het programma blijft gewoon bestaan. Maar heel veel anderen vinden het wel een probleem. En dat was ook te merken vandaag. Sesamstraat! Kom op jongens, we zijn op televisie! Hoera!
Nog wel, ja. 'S Ochtends blijft Sesamstraat op tv te zien op NPO 3. Maar de best bekeken uitzending, die van 17:30 op NPO 1, die verdwijnt. Om plaats te maken voor talkshow Tijd voor Max. Sesamstraat is rond die tijd alleen nog te zien op het digitale themakanaal Zeppelin Extra. Hé, hey Bert, kom eens hier, Bert. Hij doet de stemmen. Vanaf het begin Annie en Kermit en Graaf Tel. Ze noemen mij Graaf Tel, omdat ik zo graag dingen tel. Er wordt verwezen dat het net zo goed op digitaal. Dat is geen goede reden. Waarom kan dat programma van Max dan niet digitaal? Nee, dan zeggen ze, daar zijn oude mensen die snappen dat niet en die hebben het nog niet. Net als die kinderen dat wel allemaal hebben, is ook niet zo. Hij is net als veel mensen op Twitter niet blij met de beslissing. Sesamstraat verbindt, zeggen ze. En de hashtag is Sesamstraat moet blijven. De NTR die het programma maakt kan daar weinig mee. Ja, het is hartverwarmend om te zien dat we zo'n grote fanbase hebben. Maar als iedereen die nu boos is ook gekeken had in de afgelopen jaren, waar de kijkcijfers verdriedubbeld, dan had dit helaas niet plaatsgevonden. De NPO die de beslissing nam zegt dat de kleintjes het programma straks prima weten te vinden. Ja, ja. Kijken via de iPad, kijken op de computer, kijken op de site, terugkijken op npo.nl. Ja, dat is veel meer vanzelfsprekend voor de nieuwe generatie. En die doen dat ook. Ik vind het leuk dat het bijkomt, die herhalingen en die uitzendingen op digitaal. Prima ook, dat moet je ook leren en naar kijken. Maar het hoort ook op het open net. Vanaf 1 januari alleen niet meer bij NPO 1, maar altijd nog... In Sesamstraat! Ja. In de Duitse politiek was er wekenlang ruzie over, maar gisteren besloot de Duitse regering dan toch om de asielprocedures te versnellen. Mensen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning moeten binnen 3 weken het land uit. De vraag is of de Duitsers dit ook gaan schaffen. Gaan ze Duitsland helpen, de nieuwe regels? Correspondent Jeroen Wollaars vroeg het aan vrijwilligers en vluchtelingen in een aanmeldcentrum in Berlijn. Zo houden ze de sfeer erin. De mensen die vanaf 4 uur 's ochtends staan te wachten, soms dagen achter elkaar. Of ze proberen zo voor te dringen. Want feit is, bijna 800.000 mensen kwamen dit jaar Duitsland in. En nog niet eens de helft is aan de procedure begonnen. Waiting, ja, all the time, wait. Dit is Moby. Hij komt uit Pakistan. Zijn kansen op een verblijfsvergunning zijn vrij klein. Volgens de nieuwe plannen zou hij in een apart centrum terechtkomen en binnen 3 weken uitgezet kunnen worden. Hij moet het nog zien. I heard lots of news. They said lots of time. We just do that. But still, they are waiting people. People are waiting. And they have a problem since 2 months. I can see that. So I just 50-50 for that. Yusuf komt uit Irak en heeft meer kans op asiel. Hij weet wel waar het fout gaat. Too much people, it's coming for Germany. Because Germany say come, like for all people, come. We can hug all people from all countries, you know. And see the procedures, it's too slow. En dus zou je denken, de vrijwilligers hier willen wel wat verlichting. Maar hun coördinator is sceptisch. Dat is symbolische politiek en de versuch Führungsstärke te zeigen. Was halten Sie davon? Na, was? Ich halte von symbolischer Politik nicht sehr viel, weil der Flüchtlingsstrom, der auf uns zukommt, der wird eher noch anschwellen. Wir haben es mit einer Situation zu tun, die wir nur noch mühsam im Griff haben. Die Kritiker fragen sich af, hoe je een procedure van een jaar kan verkorten tot 3 weken. De rechten van de asielzoekers komen in het gedrang, vrezen ze. Maar er zijn ook voorstanders. Diese Leute müssen leider einfach zurückgeführt werden, damit wir Platz haben und Kapazitäten haben für die Leute, die an Leib und Leben bedroht sind. Het is niet voor het eerst dat de Duitsers zeggen dat ze de procedures willen versnellen. Maar opnieuw weten we niks over de details. Hoeveel geld komt er ter beschikking? Hoeveel extra personeel? Er blijft kortom een heel groot verschil tussen wat Merkel in haar kantoor bedenkt en wat er hier in de praktijk moet veranderen. Ja, Duitsland overweegt ook strenger te worden voor Syrische vluchtelingen. De minister van Binnenlandse Zaken wil gezinshereniging onmogelijk maken. En ook wil hij de tijdelijke verblijfstatus voor Syriërs verkorten tot 1 jaar. In Brazilië zijn tientallen huizen bedolven onder mogelijk giftige modder. Een dam met daarachter afval van een ijzerertsmijn begaf het. Er zijn zeker 17 doden en het kunnen er nog veel meer worden. Het was een enorme stroom water die bijna alles op zijn weg meenam. Houve tremores, né, de terra. Parecia ser um rolo compactado passando do meu lado.
E tremendo, tremendo, tremendo. Quando eu olhei para o chão, estava tudo rachado. Tenho alguns parentes, deram informação que eles estão bem. Agora tem alguns outros que a gente não sabe informação. Como que estão? Een dikke rode modder is blijven liggen. Mogelijk giftig. Achter de dam zat afvalwater van een ijzerertsmijn. En dus moeten 500 mensen zo snel mogelijk weg uit het gebied. Ze worden opgevangen in een sporthal. Foi pior que uma tsunami passando onde que a gente mora. E todo mundo gritando, família gritando. E não teve alarme de nada de que a barragem estava estourando, não. E agora eu recebi a ligação e ele falou assim, mãe, acabou, né? Nós não tem Natal, não tem nada mais. Como que a gente vai viver? De oorzaak van dit drama is nog niet duidelijk. Eerste prioriteit is nu de schade beperken. Het vervuilde water stroomt richting een rivier, waardoor een milieuramp dreigt. En dan waren er heel bijzondere wolken boven Sydney. Dit zijn versnelde beelden van een verschijnsel dat ook hier wel eens voor kan komen, maar het blijft een heel bijzonder gezicht. Honderden mensen maakten er foto's en filmpjes van. Wolken die een voorbode zijn van stevige onweersbuien, die in Sydney gelukkig zonder grote gevolgen blijven. Maar mooi om te zien, Marco. Ja. Maar hoe ontslaat dat? Nou, dat heeft te maken met inderdaad die zware onweersbuien. Dit is ook zo'n exemplaar, dus ook die uit Sydney. En bij zo'n onweersbui heb je te maken met een downdraft, noemen we dat wel eens. Dat is waar de regen naar beneden komt en er komt ook koude lucht naar beneden. En die duwt aan de voorzijde van die bui de warme en vochtige lucht omhoog. Die condenseert dan en dan krijg je dit soort wolken te zien. Shelf cloud, plankwolken worden ze in Nederland ook wel eens genoemd. Of een wolkenkraag. Nou, dat was in Sydney. Ik zei al, bij ons komen ze ook wel eens een keertje voor. En dan heb je het inderdaad over warm zomerweer, wat verdreven wordt door zware onweersbuien. Daar hadden we vandaag helemaal geen last van. Het was wel grijs, ook wolken bij ons. Dit is in Katwijk. En op de Noordzee zien we de schuimkoppen verschijnen. De wind nam toe en dat is een voorbode voor bewolking en regen. En die is inmiddels over het land getrokken. Dat gebeurde in de namiddag en avond. En we hebben te maken met een wisselvallige periode. Lage drukgebied ten westen van ons land drijft wolken over ons heen. Ja, en soms zijn ze wat actiever, zoals de afgelopen uren. Dan zit er weer een wat minder actief gebied bij. En dan volgt uiteindelijk vanzelf alweer een nieuw actief gebied. Dat proces zien we de komende 24 uur voortgaan. Het wordt even wat droger in de nacht. Morgen in de loop van de dag opnieuw regen. Maar dan met name in het midden, noorden en westen van het land. Want in het zuiden zou het wel eens droog kunnen blijven. Ten zuiden van ons zorgt dit hoge drukgebied voor eigenlijk rustig herfstweer. In Frankrijk, in Spanje en Portugal schijnt de zon. In Italië en dat is ook op de Balkan en in Griekenland en Turkije het geval. Temperaturen daarbij in het Middellandse Zeegebied rond de 20, 22 graden. In het noorden, naar het noorden toe ook vrij zacht. En pas in het hoge noorden, in Scandinavië, kom je lagere temperaturen tegen. Nou, bij ons is het dus zacht, ook vannacht, met minimumtemperaturen die zo rond de 14, 15 graden uitkomen. Daar zou je normaal tevreden mee zijn, overdag in dit jaargetijde. En verder is het vrij bewolkt met af en toe nog wat regen. Ook morgen bewolking en periode met regen. Temperaturen van 14 tot 18, misschien 19 graden. En in het zuiden van Limburg zou het wel eens een keer 20 graden kunnen worden als alles mee zit en de zon een gaatje weet te vinden. Zondag op meer plaatsen zonneschijn, gemiddeld 16 graden. Rustiger wat wind betreft, een fraaie weekenddag. En na het weekend blijft het zacht met temperaturen van 16 graden. Maar de kans op bewolking en wat lichte neerslag neemt wel weer toe. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De Arubaan Mitch Henriques is om het leven gekomen door politiegeweld, concludeert de Rijksrecherche. Betrokken agenten hangt nu vervolging boven het hoofd. En in Nieuwsuur, de paus wil wel naar Nederland komen, maar willen de bisschoppen dat eigenlijk wel? Straks om 10 uur, NPO 2. Ik wens u een fijn weekend.